Wat zou je doen als je heel veel geld had? Zou je het uitgeven aan luxe dingen? Zou je geld opzij zetten voor later? Of zou je andere mensen helpen? In de 18e eeuw stond Pieter Tijler van der Hulst voor deze keuze. En in deze video gaan we kijken wie hij was en wat hij heeft betekend voor de geschiedenis. Pieter Tijler van der Hulst werd op 25 maart 1702 geboren in Haarlem als zoon van de rijke textielhandelaar Isaac Tijler en Maria van der Hulst. Hij had nog twee zussen, maar die stierven al op jonge leeftijd. Op tienjarige leeftijd was Pieter zodoende nog het enige overgebleven kind in het gezin. Maar nog geen tien jaar later overleed ook zijn moeder en bleef Pieter alleen over met zijn vader. En als eerbetoon aan zijn moeder voegde hij in 1721 haar familienaam van de Hulst toe aan zijn eigen naam. De familie Tijlen was protestants en lid van de doopsgezinde gemeente in Haarlem. Leden van het kerkgenootschap ontfermden zich over Pieter en brachten hem onder andere de waarde van gelijkheid en zorg voor elkaar bij. Pieter werd erg actief in deze kerk en had op 21-jarige leeftijd al de functie diaken van de doopsgezinde gemeente. Als diaken zette hij zich in voor de kerk, voor armen, voor weduwen en wezen in Haarlem. Pieter was slim en leergierig. Hij was erg geïnteresseerd in de nieuwe manier van wetenschap die door de wetenschappelijke revolutie en de verlichting was ontstaan. Het waarnemen en logisch redeneren was daarbij erg belangrijk. Daarnaast was hij ook een groot kunstliefhebber en verzamelde hij munten en postzegels en fossielen. Net als zijn vader ging hij aan de slag in de textielnijverheid en verdiende hij daar heel veel geld mee. Op 26 februari 1728 trouwde Pieter met Helena Wijnand verschaven. In die tijd erfde hij ook heel veel geld van zijn oom Pieter en tante Elisabeth. En samen met Helena kocht hij met dat geld het huis aan de Damstraat 21 in Haarlem. Ondertussen nam de rijkdom van Pieter alsmaar toe doordat hij zich naast handelaar in textiel ook ging bezighouden als beurs- en effectenhandelaar. Zo was hij een van de weinige Nederlandse investeerders die ter vermindering van de staatsschuld meer dan 200.000 gulden belegde in Engelse fondsen. En deze belegging bleek uitermate winstgevend te zijn. Hoewel hij erg rijk was en een luxe leven kon leiden, bekommerde hij zich ook over het lot van de armen en wezen in Haarlem. Zo zorgde hij ervoor dat een niet meer functionerend hofje weer tot leven kwam. Toen in 1756 zijn vrouw overleed en Pieter alleen op de Damstraat achterbleef, besloot hij zijn testament op te laten maken om na zijn dood iets na te laten voor de stad. Het echtpaar had geen kinderen en daarom alleen al bepaalde Pieter in zijn testament dat er voor het beheer van zijn fortuin, omgerekend naar nu een dikke 80 miljoen euro, en zijn woonhuis een stichting moest worden opgericht. De nalatenschap van Pieter schatte hij zelf in op een waarde van 2 miljoen gulden en moest besteed worden aan godsdienst, arme zorg, kunst en wetenschap. Allemaal zaken die geïnspireerd waren op de vlichtdenkers uit die tijd. Mensen als John Locke, Voltaire, Rousseau en Montesquieu waren voorbeelden voor Pieter. Aan de andere kant ponkte Pieter ook met zijn afkomst en status. Hij ging mee met de trend van de rijken om Frans te praten, zette een pruik op en deed er op de Amsterdamse beurs alles aan om zijn rijkdom te vergroten. Toen op 8 april 1778 Pieter op 76-jarige leeftijd overleed, werd de Stichting eigenaar van zijn woonhuis aan de Damstraat en van al zijn verzamelingen op het gebied van natuurlijke historie, de penning- en tekenkunst en ook van al zijn boeken. Hoewel de eerste directeur in eerste instantie weinig interesse had in Tijlers eigen collectie, gaven ze in 1779 wel de opdracht tot het ontwerpen van een boek- en kunstzaal achter het fundatiehuis. De ovale zaal, die in 1784 voor het publiek openging, was de eerste zaal van het Tijdensmuseum. En via een indrukwekkende lange marmeren gang van Tijdens Woonhuis konden de bezoekers naar de ovale zaal om zich te verwonderen over de nieuwste wetenschappelijke uitvindingen en de kunst van dat moment. Beroemde mensen als Einstein, Keizer Napoleon en Tsaar Alexander kwamen allemaal kijken in het Tijders Museum dat het oudste museum van Nederland is. En dankzij Pieter Tijler. Die handelde vanuit een gelijkheidsideaal van de verlichting, waar veel aandacht was voor kunst en wetenschap, hebben wij zodoende in zijn museum nog steeds toegang tot de kunst en wetenschap uit de afgelopen eeuwen.